Max Payne 3 verschijnt deze week. Eindelijk, want de game zou oorspronkelijk al in 2009 op de markt komen. Ik zeg eindelijk omdat ik erg naar de game heb uitgekeken. Beide voorgangers staan bij mij erg hoog in mijn favorietenlijstje en ik keek dan ook erg uit naar dit derde deel. Maar eerst even iets over het uiterlijk van de game. Dat viel mij eerlijk gezegd heel erg mee. Ik heb de Xbox-versie gespeeld, niet de PC-versie, want die verschijnt pas op 1 juni. Maar gelukkig heb ik die PC-versie wel eerder al kunnen bekijken en zelfs kunnen spelen. Op de PC ziet de game er gewoon heel goed uit. Maar als gezegd, ook op Xbox was het eigenlijk best oké. Natuurlijk geen PC-kwaliteit, maar gedetailleerd genoeg. Al komt het ook omdat de game gewoon mooi vormgegeven is. Rockstar neemt wel een risico met dit derde deel, want Remedy, de Finse ontwikkelaar van de game, hebben ze aan de kant geschoven. De game is gemaakt in de eigen studio's van Rockstar, gedeeltelijk zelfs bij Rockstar North, de studio achter de GTA-serie. Misschien nog belangrijker, Rockstar heeft Sam Lake aan de kant geschoven, die het verhaal van de eerste twee games schreef. Terwijl dat verhaal juist het sterkste punt was van de voorgangers. Dat verhaal komt nu uit de koker van Dan Houser, die ook de verhaal schrijft voor alle GTA-games. Dat zijn natuurlijk prima games met ook uitstekende verhalen, maar wel duidelijk andere verhalen dan Max Payne. Dat is ook precies het probleem in Max Payne 3. Of eigenlijk het probleempje, want laten we het niet overdrijven. Het verhaal is op zich prima. Het begint met een Max die nog steeds aan de drank en de pillen zit en zijn leven verzuipt in de bar. Door een oude bekende wordt hij gevraagd voor een routineklusje in Sao Paulo. Gewoon een beetje de bodyguard uithangen bij een rijke familie. Dat loopt uiteraard al snel aan alle kanten uit de hand, waarna Max echt de smerigste intriges ontdekt die je maar voor kan stellen. Afwisseling genoeg. Het verhaal springt door de tijd en Max springt vrolijk mee naar allerlei locaties in en rond Sao Paulo. Je gaat bovendien al springend door de tijd een paar keer terug naar New York. En die stukken in New York, dat zijn de leukste stukken van het spel eigenlijk. Het probleem met het verhaal is een beetje dat de noodzaak ontbreekt. In de vorige delen had Max alle reden om wraak te willen nemen en iedereen uit te willen moorden. Dat is nu wat minder. Hij is slechts ingehuurd om klusjes op te knappen voor een ander. En dat is geen goede reden om keer op keer je leven te wagen in een vuurgevecht. En er is ook al geen Mona Sex, de femme fatale waar Max in de eerste games als een blok voor viel. Er is dus op zich niet zo heel veel mis met het verhaal. Het is spannend, het is afwisselend, het is alleen wat minder passend bij Max Payne. Het had logischer geweest als hij halverwege was afgehaakt en ergens aan de bar was gaan hangen en anderen door had laten knokken. Dat neemt niet weg dat Max Payne 3 een prima shooter is. De klassieke ingrediënten zijn terug, dus je kunt vertraagd duiken met shoot dodge, de tijd nog verder vertragen met bullet time en je painkillers om je gezondheid te herstellen. Dat gaat nog steeds niet vanzelf, je zult pillen moeten slikken om je te genezen. Het blijft lekker om ergens langzaam door de lucht zwegend om de hoek te komen zeilen en ondertussen verschillende tegenstanders neer te maaien. Wat dat betreft vind ik zelfs shoot dodge nog een leukere optie dan bullet time, hoewel dat eigenlijk net zo nuttig is. Toch is er wel iets veranderd aan de gameplay. Je kunt nu dekking zoeken en dat is nodig ook. De gevechten zijn ernaar. Je hebt wat meer tegenstanders tegenover je, waardoor je het met shoot dodge en bullet time niet altijd meer redt. Dan is het handig dat je vanuit dekking kunt schieten om alvast wat ruimte te scheppen voordat je zo duikend ergens naar binnen gaat. Ook het tempo en de opbouw van de game is prima. Er is lekker veel afwisseling in de omgeving, maar ook in de actie. Op gepaste momenten ben je opeens je wapens kwijt en moet je weer opnieuw gaan verzamelen. Of je krijgt opeens een bazooka of een sniperrifle in je handen. En de game wordt op een goede manier steeds uitdagender. Je hebt een vrij lastig einde bijvoorbeeld aan de game. Ook mooi, bij de consoleversie die we speelden, kun je veel variatie aanbrengen in de moeilijkheid van de game. Wat ik helemaal prettig vond, was het uitdelen van extra painkillers. Als je achter elkaar een paar keer doodgaat in hetzelfde stukje, krijg je op een gegeven moment gewoon een extra pot pillen mee als je het opnieuw gaat proberen. En als het dan nog niet genoeg is, krijg je na een verloop van tijd zelfs een tweede pot mee. En eigenlijk is dat gewoon een hele prettige manier om je door lastige passages te helpen. Erg goed gedaan. Dat maakt van Max Payne 3 een prima shooter. Juist doordat je een kwetsbare en duidelijk oudere Max Payne bent en zo weinig middelen hebt, is de game spannend. Je hebt weinig wapens, weinig gezondheid en alleen shoot dodge en bullet time als extra opties. Dat is en blijft een goede combi die in Max Payne 3 net zo sterk is als in zijn voorgangers. Misschien is het verhaal niet helemaal wat je van Max Payne zou verwachten. Het is wel degelijk een sterk verhaal dat spannend genoeg is. Het is Max Payne 3 van de makers van GTA. Maar ja, die weten wel van wanten. En dat bewijzen ze opnieuw met Max Payne 3.
time moves forward, and nothing changes.